Kijk naar de weersverwachting van weerblazen.nl. Het is vaderdag, maar het weerbeeld houdt zich niet daaraan. Want het is geen stralend zonnig weer zoals ik als vader zou willen. Veel bewolking, lokaal kan er ook een buitje vallen. Alleen vroeg in de ochtend schijnt in het noordoosten nog even lekker de zon. Maar ook daar wordt het bewolkt en ook daar kan een spatje vallen. Later vanochtend temperaturen van 15 naar 16 graden. En vanmiddag wordt het dan 18 tot 20 graden. En in de loop van de middag zien we de zon wel vaker doorbreken. Vooral in de namiddag en avond komt er wat ruimte. Daarbij temperaturen dus tegen de 20 graden. Vanavond is eigenlijk het beste deel van de dag, want dan is het droog en dan schijnt de zon geregeld. De wind waait uit het westen en die is dan winkelig 3 à 4. Morgen gaan de temperaturen iets omhoog, 18 tot 22 graden. Opnieuw zijn er veel wolkenvelden, maar de zon breekt morgen wel wat vaker door dan vandaag. Moet echt ook rekening houden met een plaatselijke bui. Dinsdag neemt de kans op een bui af, maar helemaal droog is het nog niet. Temperaturen zijn vergelijkbaar met de maandag. De topper van de week wordt duidelijk de woensdag: 25 tot 28 graden en volop zonneschijn. Waarna de zomer begint met een daling. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.